Zo zag de pingpongclub eruit nadat er half juli brand uitbrak. Die ontstond door kortsluiting met een telefoonoplader. Het was toen nog onduidelijk of de schade hersteld kon worden. Die eerste week was er zoveel onduidelijk. Alles moest gestript worden, dus alle elektra, alles wat er is, moest weg. En in eerste instantie de bar ook. En wij dachten, als die bar weg moet, dan gaan wij ook weg. Dan gaan we dat niet meer doen. Toen kwam de NS over de brug, die heeft ons een jaar verlenging gegeven. De bar kon blijven en toen dachten we, dat scheelt heel veel geld. Dus laten we het gewoon doen. De impact van de brand was groot. Maar positief was dat de zaak in een nieuw jasje kon worden gestoken. Dit hoefde Jan Joost gelukkig niet alleen te doen. Met hulp van personeel en vrienden is er maandenlang keihard gewerkt om alles in orde te maken. Het design is echt 100% omgedraaid. Ondanks dat dezelfde kleuren er nog wel zijn. Maar we hebben veel meer gekeken naar nog echt grote gebaren. Dingen die echt opvallen. Het plafond is hier 5 meter hoog. Dus ja, je hebt echt wat ruimte te vullen. Dus dat hebben we nu gedaan.